Nou, zijn we weer. Dolhuis. Niet zo wekelijkse update, maar af en toe. Hier niet zo heel veel veranderd. Een proefstukje gedaan met kaleiwerk. Met de architect eigenlijk is afgesproken dat dat verder beoordeeld wordt als de aanbouwtjes staan, zeg maar. Prachtig mooi weer. Parken zijn best wel druk. Gisteren kregen er een achttal jongeren allemaal een bekeuring. Bijna 4 meier. Schilderwerk wordt hier gedaan. Volgende week gaat het stijgen van het glas af. De jongens zitten op de dak van de parkzaal. Die is bijna in zijn geheel weer dicht. Folies gaan erop. Niet zoveel energie om daar naar boven te gaan vandaag. Dus die moet je er maar te goed houden. In de serre is het voornamelijk schilderwerk wat we aan het doen zijn nu. En dan na volgende week schilderwerk klaar is. Gaan we het pakket leggen. Want hier ligt te acclimatiseren. Een beetje op temperatuur te komen. Excuus. Tegelvloer ligt erin. Vorige week al een filmpje over gemaakt. Maar die ziet er zo ongeveer uit. Hier ook overal schilderwerk. Keuken. De gietvloer aangebracht van de week. Ook wel erg mooi geworden, vind ik persoonlijk. Een stukje zichtbaar. En gaan we nu schilderwerk afmaken. Afzuigkappen naar de beroemde toevoerluchtjes. We gaan volgende week uittimmeren daarboven om de RVS-beplating aan te kunnen brengen. Ja. Groene lambrisering. Absoluut niet. Het radio team weer van weer.nl. Weg naar de parkzaal. Die zien niet zo heel veel getimmerd afgelopen week. Fijn, dit is het foyergedeelte zoals jullie allemaal zien. Van de week alle ankers ingeboord, gelijmd voor de stapelstructie die over een 2-3 weken gaat komen. Hier hebben we de kozijnen gezet. De plafonnetjes, de wandjes worden dichtgemaakt. De geberietinstallaties zijn erin gemaakt. Dus dat gaat ook voortvarend. Nou, en dan kijk ik iets van het dak. De jongens zijn met de Tyvek-folie bezig. Dat is Elias, die zwaait aardig. Een entree winkelgebied. Is eigenlijk een beetje zoals het al was. Behalve dat de elektricien hele dikke mantelbuizen met hele dikke kabels erin aan het trekken is geweest met een man of 4. Kabels warm maken. Dat ze anders te stug zijn om aan te brengen. Hier gaten geboord voor de riolering van het toiletgebouwtje boven in de zorgzaal waar we straks komen. En hier komen dan die mantelbuizen uit en die komen we straks boven tegen in het lopershuis. Is zeg maar de zorgzaal die volgens mij nog niemand heeft gezien zonder al die gekke dikke donkere folies op de beramen. Afijn heeft Wijnand van de technische dienst er met veel energie afgestoken. Het hout is aanwezig om aan te brengen in de ramen waar brandwerende
voorzetbeglazing gaat komen. Nu onderweg naar zolder, lopershuis en zorgzaal. Hier de bestaande metalstukwand weggehaald. Nieuwe wandjes getimmerd voor hier de serverruimte. En daar een berging. En dit is het toiletgebouwtje. Boven in de zorgzaal. Dubbele wand voor de MV en de riolering. Door te steken naar het stookhok. Kozijntje geplaatst. En dan hier het lopershuis. Dan kom je dikke kabels tegen die we beneden ook al tegenkwamen.